Hallo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Van het weekendje weg geweest volgens mij, of ik weet niet meer precies hoeveel dagen, ben ik weer terug met een nieuwe video. We spelen Free For All op de map Breach. Ik zit weer met de site, want ik ben een hardcore side player. En ik heb een onderwerp voor deze video meegenomen. Op deze video wil ik het hebben over de strikes die ik heb gekregen op YouTube. Ik denk niet dat jullie er iets van gemerkt hebben, ik in ieder geval wel. Ik was er best wel geïrriteerd over, want het sloeg echt compleet nergens op. Ik was namelijk van YouTube, niet geband of zo. Ik was gewoon gestrikt op, ik weet niet precies, gewelddadig materiaal of zoiets. Nou, dan kan je zeggen, je speelt shooter games, dat is gewelddadig materiaal. Alleen, ik denk niet echt dat YouTube daar een neuk op geeft. Dus dat lijkt me een beetje apart. Dus dat was het in ieder geval niet. Dus ik had een beetje de video terug zitten kijken. En ik zat echt van, ja, wat voor gewelddadig materiaal moet het dan zijn? Ik ga trouwens zes mee. Wat voor gewelddadig materiaal zou het kunnen zijn die ik in de video had? Het was dan een video die heette, het was deel 20 van mijn, hoe heet het, van mijn Road to Supply Drop. Oh, kut, dat is van de enemy. Van Road to Supply Drop was deel 20 en de titel was Bommen en Granaten. Nou, dat was dan een referentie naar Kuipje van die vent die zegt dan altijd, die schipper die zegt altijd van, joh, bommen en granaten en dat soort dingen allemaal. Dus ik dacht, nou, dat is wel grappig als video. Waarschijnlijk had niemand het door, maar ja, ik had het in ieder geval wel door. Dus dat is een beetje de bedoeling. Alleen, nu natuurlijk met al die troep, met aanslagen en zo. Ik kan het wel begrijpen dat ze dan denken van, oh ja, we filteren bommen of granaten filteren eruit. Die vent heb ik nu twee keer dood, dus dat is kut. Dus het filteren eruit en verwijderen automatisch. Alleen, ik had gewoon een normale video waar ik een supply erop probeerde te halen met die titel. Dus ik was gestrikt, ik kon niet meer livestreamen. Nou, daar heb ik sowieso geen last van, want mijn livestreamen werkt sowieso niet op met mijn Roxio. Geweldig apparaat is namelijk. Dus ik kon niet meer livestreamen, ik kon geen video's maken meer van 15 minuten. Of 15 minuten en langer. En ik kon geen thumbnails meer doen. Maar dat is op zich, thumbnails, dat is ook niet echt mijn sterkste kant. Mijn sterkste kant doe ik ook niet altijd. Dus dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar die 15 minuten is echt kut. Dus, ik had een, ik weet niet hoe je het moet zeggen. Ik had een klacht ingediend van dat het niet waar was. Van dat die strijd fout was. En, ik ben er dus achter gekomen dat ze het hebben aangepast. Dus dat is zeer mooi. Ik destroy deze enemy, is echt totaal. Dus dat is mooi. Ik kan dus weer gewoon normaal video's maken voor 15 minuten of langer. Wat bij mij eigenlijk meer de standaard is als de als uitzondering of zo, of hoe je het ook zegt. Dus regels uitzondering of zo. Dus dat kan ik weer doen. Dus dat is wel nice. Ik had echt. Oké, ik was een weekendje weg, ik was met Daniel, daar moest ik ook nog over vertellen, want Daniel zat net op te huilen. Hij schreeuwt nu ook al yes, wat jullie niet kunnen horen. Maar ik was daarheen, dus ik kon sowieso al geen... Smoke. Oh, kom Daniel. Ik kon sowieso al geen video's opnemen en ik had ook niks gemaakt voor klaarleggen. Dus, dat was op zich niet zo'n heel groot probleem. Maar al was die strijker nu nog steeds, dan was ik wel echt de sjaak geweest. Namelijk, ik bedenk nu pas, maar er is ook nog een ding dat je niet meer video's kan inplannen. Nou, als er één ding voor mij echt zwaar kut is, is video's inplannen. Want ik heb echt zo, ik heb een dagje waarvan ik denk, ik ga even 5 video's opnemen. Nou, dat is vandaag weer een uitzondering op. Maar normaal heb ik echt gewoon zo'n dag. Laat ik even een berg video's opnemen en die ga ik dan ook gelijk editen. Dat is natuurlijk allemaal. En dan klaarleggen. Alleen, als ik niet video's klaar kan zetten op bepaalde tijden, dan komen er of op een dag alle video's, of soms komen er weer geen video's en dan weer wel. En dan wordt het helemaal inconsequent. Inconsequent volgens mij. En dan wordt het helemaal een ramp. Dus,
is het gelukkig opgelost, maar anders zat ik nu te huilen hier en te schreeuwen en te huilen. Ik huil trouwens best wel vaak om YouTube-video's zo, want huilen is gewoon cool. Ik heb wel het gevoel dat huilen in de tegenwoordige beschaving erg wordt geaccepteerd. Gewoon om alles huilen. Dan denk iedereen van, oh ja, die kill is volwassen. Maar we gaan nu weer even over Daniel hebben. Hij zat echt helemaal te janken. Ik was namelijk naast verjaardag geweest. Ik was 3 dagen weg. Vrijdag met de Trina richting Goes. Hij woont daar trouwens niet. Dus maar jullie kunnen gewoon met z'n allen naar Goes toe gaan. Naar Goes. Dus ik was daar naartoe gegaan. En een beetje verjaardag gevierd. Er waren ook een paar mensen van zijn vriendengroep. Dus eigenlijk gewoon niemand. Ik was dus eigenlijk in mijn eentje. Dus dat was op zich best wel saai. Ik heb een hater gehaald. In free for all. Try hard, die hard. En een break. Maar ja, dus ik was daar naartoe. Daniel had toch wel vrienden, wat ik niet had verwacht. Maar we gaan nu nog een video, nu nog een potje doen trouwens. Maar hij had vrienden. Ze waren ook best wel aardig op zich. Een beetje apart. Dus als ik nu opeens al dislikes krijg, want ik weet ik waarvan het komt. Nou, ik vond het wel lachen. Even laten showen hoe goed ik ben. De nummer 2 heeft 16 kills en de nummer 3 heeft 9 kills. Niet zo heel goed van hun, maar ja. Dus daar was ik heen geweest. Toen ben ik zondag weer Suruk naar mijn Hoesu gegaan. In de trein was het echt verschrikkelijk. ik moest 1 keer overstappen. En normaal denk je altijd, yes, ik hoef maar 1 keer over te stappen, dat is chill. Alleen, als je eenmaal 2,5 uur of zo in een trein zit met de telefoon die niet goed opgeladen is 's nachts. En met een telefoon van 8% en je moet ook nog op je telefoon kunnen kijken voor overstappen en zo. Dan wordt het opeens iets minder leuk. Dus ik zat echt gewoon te slapen in de trein zowat. Want ja, het was natuurlijk ook 10 uur 's ochtends geworden met maffen. Nou, dat is ook weer overdreven. Dus dat was echt verschrikkelijk in de trein. Ja, ik had geen vertraging en zo, dus dat was wel pittig mooi. Pittig mooi. En ik had een zakje snoep meegekregen. Wat eigenlijk geen snoepjes waren. Daar is ook nog een compleet verhaal achter. Ik was namelijk bij Daniel. En ik wou gewoon naar huis. En ik dacht, oh ja, ik ga naar de Smullers. Dat is de dingen, de treinen bij het sporen. Kan je daar eten halen. En toen werd mij gewoon gedwongen om om koekjes mee te nemen. En ik zat van, ja, dat is echt totaal nutteloos. En ik zat in de trina en ik dacht echt van, ah ja, ah, lekker. Ah, lekker. Lekker, lekker. Want ik was natuurlijk te skeer om uiteindelijk wel echt naar Smullers te gaan. Dus ik stond daar bij het station en ik had 20 minuten om over te stappen. En ik zat bij Smullers en ik dacht, zal ik nou wel of zou ik nou nog geen shit halen? En toen had ik uiteindelijk besloten om weg te lopen. En toen weer naar boven te lopen. Gewoon echt zo heel erg aan mezelf zitten twijfelen. Van, zal ik het doen of zal ik het niet doen? We hebben hier een face boy. Daniel, is face sensor. Is dat een echt face? Face sensor of zoiets. Oké, mijn assistente gaat opzoeken of het een echte face is. En wat is zijn game tag? Want anders zit ik bij hem in het game. En dat zou best wel lachen zijn. Nee, maar zijn game tag zeg ik toch? Moet je even een video van hem kijken, jongen? Oké, jongens, Daniel wordt knettergek.
Maar dat is hier al langer. Deze map is echt verschrikkelijk. FTP, ik word hier gesnuit en daar hou ik niet van. Daad om hulp. Die vent echt compleet gerekt. Hij werd echt compleet gerekt, die vent. Ik spawn naar boord. Oké, ik hoor net dat zijn game tag het niet is. Sorry dat ik mensen heb beledigd als ik niet zijn naam wist ofzo. Ik ben ook maar een mens en ik kijk ook niet alle face video's. Ik ben namelijk niet echt een sniper. Ik ben meer een ander iets. Ik ga echt gigantisch slecht, want deze map is kut, wat ik al zei. Dat is echt kut, het free for all. Je hebt gewoon, free for all vooral, heb je echt gewoon een paar mappies die een beetje te genieten zijn. En de andere mappen zijn echt gewoon verschrikkelijk. Echt gewoon verschrikkelijk. Ik bedoel, je kan, ik kan hier op deze map, kan ik echt totaal niet de spawn trappen. Ik kan hier een beetje lopen campen, maar dat is ook niet echt leuk. En ik weet ook. Deze map heeft geen enkel wapen waarvan je denkt, oh ja, dat wapen moet ik echt hebben op deze map. Oh, wow. Wow, ik ga ook snipen. Fucker. Wat is dit voor kledersman? Kom maar. Enemy. Ja, ik heb hem gesniped. Ik heb trouwens geen sniper quest aanspeeld met dit kleding. Oh nee. Nee. Nee, ik kon net erom. Oh. Oh, de kul. Oh, what the fuck, ik heb nog iemand. Als ik nu... Maar, kleren hoor. Ik ging gewoon best wel beast met de sniper. Ik ga... Nu word ik een face member. Ik ga deze clip opsturen naar FaceNet. Want daar waren pas geleden try-outs van. Dit laat ik dan buiten, deze troep. Gewoon alleen met 3 kills en voor de rest niks. En dan, ja... Dit is mijn slechtste werk ooit. Dat zeg ik dan erbij. En dan. Dan zeggen hun: oh ja, join nu. Je bent echt super pro. Tenminste. Zo gaat het altijd als ik. Als ik een beetje gek aan het doen ben. Oké. Ik ga je spawn killen. Dan ben je een echte face als je mensen kan spawn killen. Dit is best wel een OP plekje. Eigenlijk. Kan je wel zeggen. Nee! Oké, mijn eerste potje was echt geweldig. En dit potje is echt verschrikkelijk. En ik word weer gespankeld. En daar hou ik niet van. Hou ik niet van? Ja? Nee. Ja, nee. Daar. Oh shit! Het is trouwens, als ik zo'n kill maak, dat is voor mij super speciaal. Want ik ben echt verschrikkelijk in sniper op deze game. Ik was in Ghost, dat is wel pittig goed. Alleen in deze game ben ik echt slecht. Ja, god kleren. Fuck jou hoor. Dat is een regel. Eigenlijk moet je secondary. Eigenlijk moet je op je sniper een silencer zetten. Want dan kan je eerder secondary pakken. En dan kan je makkelijker kills maken. En dat is de logica trouwens van kijkers van een grote YouTuber. Ik zeg niet wie, want anders krijg je weer haat van Leek. Want die is er pro-fan van. Echte diehard fan. Maar de insiders die mij kennen, insiders. Echt net de langste tag. Die mensen die me kennen en waarvan ik het verhaal tegen heb verteld, die snappen de joke. Bij mij zit er iemand achter me. Nee, toch niet. Holy shit! Ik had een tag. Nee! Nee! Nee man! Oh, wat een triest joh! Ik wou mijn secondary pakken. Maar hij is triest, dat is niet eerlijk. Dat is gewoon flauw. Eigenlijk is het gewoon flauw. Wow. Oh fuck. Oh fuck. Die was mis. Oké, dat klonk niet echt goed. Dat was ook niet echt goed. Ik word denk ik weer gespankeld, zat dit. Ja, ik ben gespankeld.
Kijk, ik kan gewoon raden wanneer ik gespawnkilled ga worden. Kom op, man. Kom op. Ik ga deze vent achtervolgen. Nee, nee, nee. Nou, het komt, brother. Nee. Hij had 6 cent. Kom op. Ja, die cap ik erin voor mij. Nee, toch niet. Oké, nou, het tweede potje negatief. Deze video is langer dan 15 minuten, dus dat is zeer nice, want ik kan deze video nu nog steeds op YouTube zetten. En vroeger kon dat niet. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie wel weer bij een volgende video. Doei!